Vandaag aan deze 9 kijkers. Een mega groot kerstdorp bouwen. De kerstman is namelijk neergestort met zijn slee. En ik ben de enige die kerst nog kan redden. Gaat het mij lukken om alle cadeautjes op tijd te bezorgen en de elfen een handje te helpen? Dit is het moment dat jij op dat duimpje omhoog klikt en abonneert op mijn kanaal. Want anders heeft de kerstman dit jaar helaas geen cadeautjes voor jou. Daar staan we dan in een prachtig kersthuisje, jongens. En ik ben, ja, ik denk thuis. Ik weet het nog niet zeker natuurlijk, want de kijkers hebben deze map gebouwd. En het verhaal moet ik zojuist, moet ik nu achter gaan komen wat we gaan doen. Maar ik moet zeggen, het is wel een heel gezellig huisje. Ik zie daar een leuk kerstboompje staan. Een open haartje die niet aanstaat. Wat eten hier op tafel. Blijkbaar slapen we tussen het hooi in dit huis. Dus ik ben bang dat ik een boer ben. Maar daar ga ik elk moment achter komen. En ik ben alleen thuis, volgens mij. Ik weet niet helemaal zeker. Ik hoorde wel allemaal gerommel en zo net buiten. Dus dat gaan we zien. Er hangen hele rare lantaarns die ik nog nooit eerder heb gezien. Een rode en een groene. Maar wat een gezellig huis. Laten we heel even buiten... Kijk, daar staat al iemand. Hallo! Goedemorgen, Max. Goedemorgen! Wacht even. Kunnen jullie me even herinneren? Ik ben op mijn hoofd gevallen. Wie zijn jullie ook weer? Ik ben je vader. Oh, hallo pap. En... Oh, zeg maar... Nee. Zeg maar niet dat jij... Wie ben jij? Ik ben je moeder. Ah, oh, nee. Ik dacht het al. Maar kom. Ik heb even hulp nodig. Oh, in het donker? Jazeker, want het tuurlijk. Heeft heel veel... Haast. Ja, prima. Dat is geen probleem. Kom maar, laat me zien. Kun je een houthakker voor ons? Kunnen jullie dat zelf niet? Ik bedoel, nee. Kijk nou, jij hebt letterlijk een houthakkers outfit aan. Jij moet het ook leren, Max. Ja, dat klopt, pap. Dat klopt. Hé, ik zag al dat de kachel niet aan stond. Dus als ik het hout doe, gaan jullie de kachel daarna zetten? Ja, daar hebben we wel het hout voor nodig, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Nou, gaan jullie zeggen, houden binnen. Jij zeker. Ik wil bijna niet zeggen, maar mam. je bent niet gekleed voor buiten het weer. Dat is ook. Tot zo. Wat ziet het er mooi uit dit, jongens. Kijk wat een mooie plek wij hebben om te wonen. Ik heb dan denk ik de axe nodig om hout te gaan hakken. Dus laten we dan even... Ik weet niet of de bedoeling is dat ik dit hout gewoon met mijn handen hak. Ik ga het gewoon met mijn handen hakken, denk ik. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar laten we dit gewoon met mijn hand hakken. Ik heb 1. Ik denk dat ik eigenlijk die moet hakken, maar ik vind dat wel mooi staan met die extra. Dus ik hak gewoon dit hout. Zo, hebben we 3 houtblokjes. Dat zou wel goed zijn, hè? 3 houtblokjes. Ik weet niet of meer nodig is dan dit, maar... Weet je... Max? Ja? Kom je zo wel naar binnen? Ja, ik heb er 4. Is dat goed genoeg? Nee, doe maar iets meer. Iets meer, prima. Ja, ik doe iets meer. Ah, ik moet iets meer hakken, jongens. Ik moet wel luisteren naar mijn ouders, hè. Ja, dit is... dit leer ik jullie tijdens mijn video's. Luister naar je ouders. Ook al draagt je moeder een jurk en wil je eigenlijk dat je moeder is, luister gewoon naar haar. Weet je, ik hak ze wel gewoon allemaal, behalve die ene daar met die extra erop. Zo, hoppakee. Ik heb er 10. Is dat goed genoeg? Waar is pap? Ik ben hier. Huh? Oh, is 10 goed genoeg? Ja hoor, steekt. Ja? Moet ik het er gewoon inleggen? Ja hoor, dat is goed. Prima, dat doe ik zo en dan... ik steek hem wel aan. Kom maar goed, ik heb dit geleerd allemaal. Zo, kijk, dat is goed hè? Zeker. Doe er even wat extra hout op zo, hoppakee. Dat blijft lekker branden. Ga je ook lekker slapen? Ik ga heerlijk slapen. Ik slaap lekker in dit bed. Dit is mijn bed toch? Jazeker. Oké, nou, gaan we lekker liggen, jongens. We gaan lekker slapen. Oh ja, je ziet het hier. Ik heb een kerstboom op mijn trui. Die heb ik aangedaan omdat het kerst is, jongens. We zijn vandaag lekker in de kerstwereld. Ik hoorde een explosie. Pap wordt wakker. Er was een explosie. Wat? Hoor je dat niet? Nee. Ik hoorde een explosie. Wacht, ik ga wel kijken, oké? Ja. Waar is... Ik wil het niet zeggen. Waar moet mam zeggen? Waar is dat, die vrouw van jou? Weet ik niet. Die zou wel hout aan het hakken zijn. Wacht, ik hoor een explosie. Ik ga wel kijken. Wat? Nee! Wat doe jij hier? Jeetje, Mina. Wat doe jij hier? Meneer, help! Dit is de kerstman! Kun je me helpen? Ho, ho, ho! Oh, wat is dit? Ik hoorde al een explosie! Oh, ja. ik ben me dood gesproken. Oh, joh! Wat is dit? Wat gebeurt er? Ben jij de echte kerstman? We verkopen geen koekjes, we verkopen niks aan huis. Nee, kom. Ga weg, joh! Kijk! Ik, Wat is er gebeurd? Zoveel pijn! Ik ben met mijn slee tegen die bergen geknald. Wat heb je gedaan? Je slee! Ja! Kerstman, dat is toch niet handig? Nee, dat is zeker niet handig. Oh, wat heb je gedaan, man? Oh, het is hier zo koud. Je komt van de Noordpool, daar is het toch veel kouder? Kunnen we lekker naar binnen? Nou, dat vind ik eigenlijk een beetje vreemd. Hoe oud bent u? Heel oud. Ja, dat wil ik eigenlijk liever niet, maar kom maar mee. Ik bedoel, dat heeft mijn vader mij geleerd. Kom maar, hulpje, kom maar. We kunnen hier ook weg als we de slee fixen met wat hout. Want we moeten wel zorgen dat alle cadeautjes op tijd aankomen voor kerst. Oh, dat is waar. Hebben jullie ook een cadeautje voor mij? Nee. Nee. Shit.
Heb jij hout voor ons? Ja, maar dat is voor het vuur binnen. Anders krijgt mijn moeder en mijn vader het koud. Nee, dat is voor de slee. Dat heb ik echt, anders kan kerst niet doorgaan. Wil je dat op je geweten hebben? Nou, je hebt toch geen cadeautje voor mij, zeg je net. Nee. Maar, ja, ik heb hier hout. Ja, op we zich. Hebben echt hout nodig voor de hoeveel slee. Hebben jullie nodig? Ja, hoeveel hout hebben jullie nodig? Ja, ik denk iets van 4 of zo. Dat moet wel even genoeg zijn. Ja, dat heb ik. Maar, ik vind prima. Maar dan wil ik wel... Kom anders maar mee. Dan hebben we ook vast wel een cadeautje voor jou. Oké, dat is goed. Wacht, ik zeg even dat ik zo terug ben tegen mijn vader, oké? Ho, ho, ho. Pap, ik ga weg. Ik kom nooit meer thuis. Doei! Ik ga een cooler leven leiden dan hier met jullie. Oh, hij slaapt. Hij had het niet eens door. Oké, nou. Laten we gaan. Laten we op een kerstavontuur gaan, Kerstman. Ik vind het leuk. Oh. Ik heb hout voor jullie. Wat heb je? Auw, waar heb je pijn? Overal. Ja, je bent oud, dat snap ik. Hier, ik denk dat jij er wat meer aan hebt dan dat ik heb. Je hebt hier de 4. Oh, oh. Ja, wacht, neem alles maar. Terugkomen naar de grote stad. Neem alles maar. Zo, dan kan je terugkomen naar de grote stad. Ja, en kerst redden, cadeautjes uitdelen. Maar ik denk dat mijn schouder... Even kijken. Kun je even kijken naar mijn schouder? Er zit één klein gaatje in je schouder, maar aan de andere kant ook. Wat is er dan? Dan ga ik het niet redden. Ik heb jouw hulp nodig. Hoezo niet? Je kan toch gewoon... Het enige wat je hoeft te doen is te zitten in een grote slee en een beetje dik te zijn. Ho, ho, ho. Even rustig. Ja, dat moet je ook nog zeggen. Dat is niet waar. Kunnen we verder, hulpje? Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik denk dat we kunnen kijken hoe ver we komen. Dus laten we instappen. Ja? Ja. Oké, nou. Waar kan ik zitten? Gewoon achter hier? Of ja, ik ga er wel achter zitten zo. Yes. Kijk. Dat is goed. Ho, nou. Ho, ho. Ho, ho, ho. Waar zijn de rendieren? Wat gebeurt er? De magie! Zijn we geland? Ho, ho, ho. Oh. We hebben het net niet gered, maar we zijn ook van in de buurt net van niet. Mij. Ik herken het. Net niet gered. Hoezo net niet? We zijn nog niet helemaal terug bij het hoofdkwartier. Oh, waarom is het... Oh mijn god, zijn we weer neergestort ofzo? We moeten wat dingen meenemen. Mijn god, wacht, ik heb een beetje last van mijn hoofd, denk ik. Alles wordt nog af en toe even zwart en ja, weet ik van wat. Dit bos is af en toe een beetje donker. Oh mijn god, ik merk het. Wat moeten we meenemen? Ik heb hier een magische verrekijker. Ja, moet ik die meenemen? Ja, die moet mee. Deze verrekijker laat je de echte elf zien. Oké, nou ben benieuwd. Ik heb voor de rest alles wel mee. Ja, voor de rest heb je alles? Oh, wat is het donker hier af en toe. Oh, en mijn hoofd die bonkt. Het wordt donker en licht en weet ik voor wat allemaal. Maar weet iemand waar we zijn? Kerstman, kerstelf. Ja, dus zijn we in de buurt. Ah, kijk. Wow, wat een dorp. Ho, ho, ho. Daar zijn we. We zijn thuis. Thuis? Ja, maar ik denk dat het goed is als u even rust gaat nemen. Dus dat denk ik ook. Ik heb hier nog wel een lijst. Ik weet niet of je kan helpen. Dan gaan wij terug. Nog te bezorgen. Maar dan ben ik de kerstman dit jaar of zo. Ik moet kerst redden. We hebben even wat hulp nodig. Ja, prima. Ik wil helpen. Maar dan wil ik wel mede kerstman zijn. Dan hebben we ook wel een cadeautje voor jou. Ja? Ja. Oké, dan ga ik zorgen dat nog te bezorgen cadeautjes op de goede plek terechtkomen, oké? Ja. Ik ga naar succes, bed. Kerstman. Ja, ga jij lekker naar bed. Als je nodig heeft, we zijn in het huis waarschijnlijk. Welk huis? Van de kerstman. Die daarboven. Ik vind ze wel. Kom maar goed. Ik heb nog één tip. Nou? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Dat komt goed. Succes! Jongens, we zijn ineens in een kerstdorp aangekomen. Wat ziet het er mooi uit. En het punt is, wij moeten nu kerst gaan redden. Kerstman is te oud, te dik en te ho, ho, ho om kerst zelf nog te gaan redden. Dus ik heb hier zijn pakketjeslijst. Oké, die gaan we zo even doorlezen. Ik heb een magische verrekijker die mij de echte elf laat zien. Oké. Prima. Maar laten we eerst even kijken wat voor kerstcadeautjes wij allemaal moeten bezorgen bij mensen. Nummer 1, een vishengel. En waar is nummer 1? Is dat dit? Het is nummer 7. Oké. Maar waar is nummer 1? Oh, daar hebben we... Wat is dat? Vandaag alles gratis. Oké. Nou, dat is het kraapje. Daar komen we zo meteen. Laten we eerst even kijken gewoon door het dorp. Een beetje de huisnummer zitten. Hier is nummer 8. Hier is nummer 9. Dit is nummer 11. Nummer 14. Hallo, ik hoef toch niet zoveel... Ik moet wel zoveel. Nummer 14 wil een Barbie pop. Stiften, dat is nummer 13. Oh, die zijn doorgestreept, jongens. Die hoef ik niet meer te doen. Die zijn allemaal al waarschijnlijk door de kerstman zelf bezorgd. En toen is hij boven ons huis is hij gecrashed. Ik snap hem al. Daar is een grot, oké. Wat ziet het er allemaal gezellig uit hier. Kijk, die boom die staat ook schuin. Dit is zo cool gedaan, jongens. Wat een leuke map dit. Echt ontzettend leuk. Nummer 10. Kijk, laten we gewoon nummer 1 zoeken en dan daar een vishengel. We gaan wel chronologische volgorde werken. Maar waar is nummer 1? Dat is nummer 2. Nummer 3. Nummer 5, hè? Maar wat... Oh, nummer 1. Hier moet een vishengel zijn. Voor dit huis hier. En dan denk ik ook via de schoorsteen. Of zou ik het gewoon ergens dumpen of zo? Hoe zit het? Kijk, daar is een sok. Oh, misschien moet ik het in de sok doen. Dat kan. Ik ga gelijk een kist te kijken in iemand anders huis. Een vishengel. Laten we even kijken of we die bij dat winkeltje kunnen krijgen. Waar we net... Daar waar we net naar keken hier. Goeie... avond, nacht. Hey, hallo. Ik ben nieuw hier. Ik ben een vervangende kerstman. Waar ben ik eigenlijk? Als ik mag vragen. Het kerstdorp. Ja. Het kerstdorp van de kerstman. Ja, hier wonen wij in alle vrede en rust. Bent u een elfje? Nee, zie ik er zo uit. Nee, maar waar woon je hier dan? Ik dacht dat het alleen elfjes zouden wonen. Ja, nee. Huizen.
Ja, het grote huis voor grote elf of zo. Geen nee. Ja. Die andere elf zag er ook gewoon groot uit. Ja, het is hier iets misgegaan. Ja, dat heb ik door. Maar het ziet er leuk uit. Wat een gezellig dorp. Heeft het ook een naam waar jullie wonen? Kerstdorp. Nou, origineel. Hey, heb jij toevallig een visengel die ik hier gratis kan krijgen? Nee. Ik verkoop eten. Oh, jij verkoopt alleen eten. Oh, ja, ik zie het niks, al. Niks stelen, nee. Mag ik een koekje? Nee. Het is gratis. Maar niet nu. Maar zo staat het er dan? Ja, ik ben nog niet open. Oh, zeg dat dan gelijk, man. Ja. Oké, dan kom ik later terug. Ja, ik zie je later nog verschijnen. Even kijken, hoor. Nee, met inderdaad geen echte elf. Ik zie het al. Nee. Ik zei het toch. Oké, een visengel. Misschien dat we ergens een vissershuisje kunnen vinden of zo. Dat we daar dan een visengel kunnen vinden en stelen. Ik weet niet hoe ik anders aan de spullen moet gaan komen. Oké, hier hebben we weer een ex en zo. Dit is het huis van de kerstman hierboven. Nou, dan gaan we nu even nog niks doen. Wacht, ik kan wel vragen. Hallo. Hey, ja, hoe komen jullie meestal... Het gaat wel goed met de kerstman. Ja? Hoe komen jullie meestal aan jullie cadeautjes? Daar hebben wij een heel magazijn voor. Mag ik even kijken in het magazijn? Ja, tuurlijk. Oh, kijk, top. Kijk, dit is het magazijn van de kerstman. Jemig, wat een magazijn. Allemaal leuke cadeautjes hier overal. Allemaal cadeautjes voor alle mensen hier. Maar die lijst die ik heb je hebt gegeven, daar staat wie wat wil als het goed is. Ja, tuurlijk, maar ik weet niet hoe ik aan de visengel moet komen. Ik dacht, misschien hebben jullie dat hier gewoon liggen. In dit gebouw hebben we dat ergens wel staan. Oh. De inpakelfen weten daar wel meer van, maar je kan het waarschijnlijk zelf ook wel vinden. Ik ga eerst zelf zoeken, als ik het niet kan vinden, ga ik naar de inpakelfen, oké? Ja, en veel spullen zitten vaak ook gewoon in kisten of... Ik vind het wel, joh. Komt goed. Ik ga wel kijken wat ik hier kan vinden. Als je nodig hebt, dan zit ik waarschijnlijk in mijn kantoor. Ja! Is goed, dat is het hoofdkantoor, oké. Okay. Laten we even kijken of wij vishengel, nieuwe schoenen, een knikkerbaan? Nummer 11 op afstand bestuurbaar radiografisch modelautootje, schaal 1 op 18, Lamborghini Gallardo. Als je het zo uitspreekt, zou ik ook fout kunnen uitspreken. LP5604. Wie is dit? Wie wil dit? Wie wilde zo'n mega random cadeautje? Oké, laten we eerst kijken voor de vishengel in plaats van dat we gelijk de... veel te moeilijk iets gaan vinden. Oké, dan kunnen we denk ik gewoon een beetje een zoektochtje doen, jongens. Naar de goede kerstcadeautjes. En hij zei dat ze ook gewoon in kisten zitten. Dus laten we hier opklimmen. Zo. Kijken of we hier nu iets kunnen zien. Nee. We moeten eerst gewoon even zoeken naar alles. Wat ziet dit er mooi uit. Wat hebben die gasten dit lijp... Hallo. Hallo. U werkt hier. Ja, dat zie je niet. Of zo. Nou, je zit. Maar u bent een van de inpakelfen. Ja. Oké, nou ik ben even. Ik red me wel, oké? Okay? Ja hoor. Ik moet dingen zoeken. Vraag maar. Ja, komt goed. Als ik iets nodig heb, dan zal ik het vragen. Oh, wat is dit? Rode pakjes, speculaaspop. Huh? Dat laat ik nog even zitten. Als ik er niks aan heb, jongens, laat ik het nog even zitten. Dat is niet een van de cadeautjes, toch? Nee. Wat is dit? Lichtgrijze pakjes, fidget spinners. Oké, dat is misschien iets voor later wat ik handig kan gebruiken. Maar voor nu heb ik er wederom nog niks aan. Dan laten we het heel even zitten. Moet ik wel onthouden dat hierboven ligt. Wat is dit? Hier hebben we een... Oh, een balkonnetje! Kijk, hoe gezellig. Ik kan gewoon nu over het dorp heen kijken. Over Kerstdorp, zoals het hier heet. Okay, hierboven lag niks wat ik nodig had nu, denk ik. Hij is bezig met zijn pakjes. Gewoon lekker aan het inpakken en zo. Oké, ik denk dat ik toch moet gaan vragen. Hey, meneer de inpakelf. Ja? Weet jij toevallig waar ik een visengel kan vinden? In de buurt, ergens? Ja, het was in... We hebben de pakjes gecodeerd op kleur. Ja? Dus het was een kleur. Maar... Een kleur. We hebben vast wel ergens een briefje verstopt waar het op staat. Maar die zijn niet heel geordend of zo. Oké, nee, dan kom ik er wel achter. Oké, ik ga dan toch even naar die briefjes hierboven. Er staat namelijk hier een briefje, rode pakjes speculaaspop. En dit was grijze pakjes fidget spinners. Maar waar zijn die pakjes dan? Moet ik dan... Kijk, zoals dit is een grijs pakje, weet je, dit hier. Maar heb ik daar iets aan, is de grote vraag. Moet ik daarop slaan of iets? Rode pakjes... Kijk, hier heb je bijvoorbeeld weer lichtgrijze pakjes. Ik heb hier, kijk, meneer. Ik heb hier een lichtgrijze pakje, heb ik gevonden, deze. En dit betekent, wat betekent dit voor mij? Nou, in elk lichtgrijs pakje, dus... Achter je deze, of is dit wit? Oh, dat zou zo maar eens liggen. Ja, dat is wit, maar er is ook lichtgrijs. Okay. Ja. Maar daar zitten dan fidget spinners in. Oké, maar hoe zoek ik niet? Dan moet je ergens anders zoeken. Er zitten best wel veel dingen. We zijn niet zo heel... Nee, dat merk ik inderdaad, hè. Dat snap ik. Wacht, hier heb ik iets meer. Diamond... Jeugdbug, hier kan ik alles mee hakken wat ik wil. Hier kan ik mee hakken. Oh, dat is de pakjesbreker. Oh, dit is de pakjesbreker, dit. Ja, daar kan je pakjes mee oppakken. Oh, daar kan ik een pakje pakken. Oh, dan snap ik hem. Komt helemaal goed, oké? Ja, hoor.
Oké, jongens, wat ik dus moet doen is, ik moet de papiertjes vinden. En daarin, kijk, bijvoorbeeld als ik een fidget spinner moest hebben, moest ik nu gewoon een lichtgrijs pakje pakken, zo, hoppakee. En dan kon ik die meenemen en die naar een huisje brengen. Nou, dan was dat het cadeautje. Ik moet het cadeautje natuurlijk niet uitpakken, ik moet gewoon echt het cadeautje meenemen. Dus, speculaaspop zijn de rode pakjes, maar ik heb geen speculaaspop nodig. Ik heb een Barbiepop nodig en een nieuwe step en zo. Dus moet ik de papiertjes vinden met wat welke kleur is. En dan moet ik de goede kleuren brengen naar de huizen door middel van deze pickaxe te gebruiken om ze te slopen. Althans, de pakjes te slopen. Ik begin hem denk ik een beetje te snappen, jongens. Maar dan hebben we wel meer dingen nodig. Meer van die gesorteerde papiertjes dan dat ik nu heb. Vind ik buiten het magazijn hierom ook van die papiertjes? Nou, volgens mij wel, ja. Het lijkt me oh, wel. Oh, dus ook gewoon buiten deze ruimte? Nou kijk, ik zou dat natuurlijk nooit doen, maar... Nee, hebben we een paar maar... inpakelfjes die daar... Een paar rommelelfjes hebben jullie natuurlijk, hè? Precies. Nee, dan komt het goed. Dan ga ik wel even ook buiten kijken. Oké, jongens, dus blijkbaar is het niet alleen in die ruimte waar ik papiertjes kan vinden. Maar kijk, ook hier bijvoorbeeld. Het zijn allemaal rommelelfjes, weet je. Ze letten allemaal niet echt heel goed op wat ze doen en weet ik wat allemaal. Dus laten we eerst alle papiertjes even vinden. We gaan gewoon naar boven. Oh, hier zijn heel veel elfjes. Kantoor Cashman is hier. Kijk, al die elfjes bezig zijn, hé. Ze zijn allemaal druk. Kijk, hier hebben we nog iets. Schoenen. Volgens mij, dat zijn de gele pakjes. Even kijken. Iemand wilde. Nou, ik dacht dat iemand schoenen wilde. Vissen. Oh ja, nieuwe schoenen, nummer 3. Dus dat zijn gele pakjes. Oh, oké, wacht. Dan gaan we die gelijk even hakken. Gaan we een geel pakje meenemen. Kijk, gaan we terug naar het magazijn. En dan moet ik een geel pakje moet ik even vinden. Even kijken, hoor. Is dit geel? Of is dit oranje? Volgens mij is dit geel, hè. Ja, dat is 100% geel, jongens, die. We gaan deze meenemen. Deze hier. Kijk, welke doen we? Zullen we die in het hoekje pakken? Deze? Zo, kijk, dan hebben we een geel pakje. Zo. En die sorteren we dan op deze manier. Laat maar, wacht, het is oranje. Ik zie het nu pas. Ik ben echt een sukkel, jongens. Ik heb het gewoon niet... Ik keek er niet eens naar de naam. Maar blijkbaar staat er gewoon oranje. Oké, dit is geel. Het staat ernaast. Even kijken. Ja, nu heb ik geel. Ik kijk gewoon verkeerd. Het zit ernaast. Oké, laten we dan weer boven gaan, want ik was boven nog druk bezig. Met overal mooie papiertjes vinden. Wat is dit? Een badkamer. Zeg maar niet... Oh mijn god, in de badkamer verstoppen ze het ook. Zwarte pakjes is een knikkerbaan. Oké, dan nemen we die mee. Laten we eerst alle papiertjes even vinden, voordat ik telkens heen en weer loop. Maar hier is nog meer rommel. Oké. Ga ik hier nog meer vinden? Ja, dit is zakken met walnoten. Oké, die heb ik niet nodig, maar is wel leuk om mee te nemen. Ik weet niet wie dat voor zijn verjaardag wil, zakken met walnoten, maar... Hè? Kopwebs. Oh, hier maken ze dus nooit schoon. Oh, daar stoppen ze even goed wat. Afstand bestuurbaar autootje. Volgens mij had ik die wel nodig. Even kijken. Op afstand bestuurbaar radio model autootje. Ja, dus die gaan we ook meenemen. Oh, ik verdrop het boekie. We hebben bijna alle goede papiertjes gevonden, jongens. Waarmee ik de pakketjes kan vinden. Dan kunnen we daarna terug het dorp in om te gaan bezorgen. Paarse pakjes. Foute kersttrui. Heb ik ook niet nodig, volgens mij. Maar ik ga hem wel meenemen. En laten we intussen ook even kijken hoe het bij de kerstman is. Hallo. Hallo. Mag ik bij de kerstman even op bezoek? Nee, de kerstman is aan het rusten. Oh, sorry. Dan, wat is dit hier voor ruimte? Het is een hal. Ja, dat zie ik. Maar wat zit er achter jou? Ja, geheim. Oké, jongens. Is het dus een kerstgeheim hier? Waar Frans niet willen dat ik weet wat er gaande is. Althans, gaande is wat er zit. Enigszins ook logisch. Ik hoor het ook helemaal niet te weten. Maar even goed. Wel een beetje geheimzinnig. Laten we even de kelder in gaan. Kijken waar het helemaal heen gaat. Of hier ook nog pakketjes liggen. Wat is dit dan? Oh, hier ga je gewoon het kerstdorp in op deze manier. Oude cadeaus en doorlopende gang. Oh, jemig. Wie ben jij? Waar kom jij vandaan? Huh? Wie ben jij? Huh? Hallo? Hallo? Wie was dat? Philippe en ik en een oude man. Doorlopende gang, oude cadeaus. Gaan we erachter? We gaan erachteraan. Hallo, meneer? Wie ben jij? Hallo? Meneer, kan ik u helpen? Of nee? Hij ziet er gestoord uit. Nee, ik ga er vandoor. Doei. Dat was heel vreemd, jongens. Laten we die andere kant maar opgaan. Dat is een doorlopende gang, maar hij liep niet door. Vind ik vreemd. Oude cadeaus. Laten we even naar oude cadeaus gaan. Zien dat we hier nog wat nuttigs vinden. Oh mijn god, wat is dit allemaal? Dit zijn letterlijk oude cadeaus. Waarom worden die hier op deze manier gedumpt? Die worden letterlijk op deze manier gedumpt hier. Maar verder heb ik hier denk ik niet echt iets te zoeken. Of wel? Is daar een barrel die ik kan pakken? Ik het niet, hè? Nee. Nou, dit skippen we dan maar. Hey! Hallo! Kan je ook praten? Of... Wat doe je? Waarom moet ik je volgen? Wat ben je aan het doen? Je zit naar een muur te kijken. Kan ik die muur hakken hiermee? Nee, ik kan niet de muur hakken. Het spijt me. Hoe graag ik het ook zou willen, ik zou niet de muur hiermee kunnen hakken. Sorry, meneer. Als ik ooit iets kan vinden om je te helpen met die muur te hakken, want volgens mij is dit een doorlopende gang, maar het lijkt niet op een doorlopende gang, dan zou ik je terugkomen om te helpen. Maar ik heb nu nog niks voor jou. Wat een rare dingen zijn hier allemaal gaan in dit kerstdorp, jongens. Er gebeurt van alles. Ik hoef alleen nog maar een nieuwe step, Barbiepop en een vishengel. Dat is het enige wat ik nog moet hebben. Lukt het een beetje? Ja, ik ben druk bezig. Ik heb geen last gehad van de koppige elf hier. Ja, eentje die... Ja, ze hebben soms een gedachte en dan kunnen ze die maar gewoon niet loslaten. Alleen... Ja, soms vanuit de buitenwereld komen mensen met een bepaalde tool. Maar ik weet niet of jij die
Die hadden we in de slee ook. Een magisch ver... Oh! Maar, oh. Ja, ik heb geen idee hoe het verder werkt. Wij zijn maar gewoon ons werk. Nee, ik snap hem. Oké. Okay. Ja, maar, ik snap hem. Maar een beetje, kan je een beetje alles vinden? Ja, gaat goed, joh, ja, verder. We zijn ook echt de troepmakers hier, hoor. Ja, ik merk het, hè. Ik zit allemaal cadeautjes te zoeken, maar alles ligt overal en nergens. Oprecht. Ja, nee, oké. Okay. Maar dankjewel. Dit ga ik onthouden, dit. Kijk, jongens, je kan zien dat hij de hoofdelf is. Wat voor elf is dat dan? Hogere elf heeft trek. Ja. Ja, ik ga lekker wat eten, man. Ja, maar dat kan niet. Ik moet nog aan het werk. Oh, ja, dat snap ik, hè. Prioriteiten. Ja, laten we even kijken wat voor elfen hierboven zitten dan. Hier, een verzorgelf. Hier is de hoofdelf weer. Wat staat er? Zorg dat de kerstman altijd verzorgd wordt. En dit is zagrijnige elf. Wilt je... Wat wilt je? Een kom... Sorry, sorry. Ze zegt dat ze wild een complimentje wil. Wat heeft u mooie wenkbrauwen? Oh, dat vind ik lief, zeg je wel. Ja, geen probleem. Kijk, dan zie je, soms heeft iemand dat gewoon even nodig, zoiets, weet je. Zo zie je maar, dat is chagrijnig, maar het enige wat ze nodig hebben is een complimentje. Dat gaan we onthouden dat die een complimentje nodig heeft. En dit is handig, jongens, die magische verrekijker. Oh, wat is dat een topdingetje. Maar ik heb wel meer nodig. Even meer van die papiertjes. Wacht, ik moet ook even iets vragen aan de hoofdelf zometeen. Ik ben bang dat ze namelijk ook die papiertjes buiten het hele huis hier verstoppen. Als dat een ding is, dan heb ik echt een probleem. Hallo, kantoor, hoofdelf. Ja, mag ik je kantoor even in kijken of hier ook van die dingen liggen? Ga je gang. Ja? Ja, het is altijd dat hij door het hele huis verspreid ligt, hoor. Ja, dat zal wel weer, hoor. Even kijken. Nee, ik ben eigenlijk wel netjes, hoor. Maar, ligt er ook iets onder uw bed? Nee. Hier onder uw bed misschien? Ik ben in het kantoor van de kerstman wel. Ja, dan mag... Ja, kan je, ja, alleen dan mag ik niet komen. Oh, ik kom even weg. Ja, kan je me helpen? Ah, hij gaat me helpen, jongens. Hallo. Hallo. Hi. Ja, het gaat beter. Hij pakt wel genoeg bedrust. Ah, oké. Okay. Maar ja, is hij voor de rest goed verzorgd? Is hij niks meer nodig? Nou, eigenlijk heeft hij zometeen even een kopje erwtensoep nodig. Kan je erwtensoep regelen? Is prima. Ik ga erwtensoep regelen, oké? Okay? Ja, buiten is vaak wel zo'n verkoper. Ja, maar... ik had al een kraampje gevonden, dus ik weet al waar ik heen moet. Ik ga erwtensoep regelen. En dan kan ik daarna bij de kerstman naar binnen om de laatste cadeautjes te regelen. Nou, erwtensoep. Even kijken of dat kraampje inmiddels al open is. Ik word gewoon echt aan alle kanten opgestuurd. Dat is gewoon echt... Ik ben ook een elfje vandaag, jongens. Het is ook een kerstelfje. Hier was volgens mij dat winkeltje. Hallo! Ben je al open? Ja. Ja? Zeker open, ja. Ik wil graag een erwtensoepje. Oh, ja. Wat is er? Kan ik u wel vertrouwen? Met wat? Het is erwtensoep. Ja, maar het is mijn geheime recept en straks kom je nog achter omdat je het zo goed kan proeven en dan... Dan moet je het niet verkopen. Hmm. Ja, daar heb ik punt, hè. Ben je nou kritiek op mijn winkeltje? Nee! Mag ik alsjeblieft gewoon een ettensoepje? Ja of nee? Ja. Ja? Beloof je dat je niks geks meer gaat doen? Ik beloof dat ik niks geks met de ettensoepje zal doen. Ja, oké. Dan is het... Ja? Alsjeblieft. Oh, top, dankjewel. Je moet niet zo ver weggooien. Ja, prima. Doe schek. Geef me ook maar een koekje. Alsjeblieft niet zo ver weggooien, dankjewel. Ja, nou, dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Ja. Nou jongens, we hebben een erwtensoepje, maar we mogen niet het recept ervan krijgen. Maar dat boeit me ook eigenlijk helemaal niks. Ik hoef dat hele recept niet. Ik wil gewoon kerst redden. Dat is mijn enige taak. Ik hoef niet een erwtensoep receptje. Oké, laten we naar boven gaan. Terug naar de kerstman. Die heeft zijn erwtensoep nodig. Kijk, ik heb erwtensoep voor de kerstman. Oh, wat fijn. Heel erg bedankt voor het halen. Maar dan doe ik het in het speciale servies van de kerstman. Maar ik wil het persoonlijk aan hem brengen. Nee, de kerstman ligt te slapen. Dus je mag voor mij wel even kijken, maar je moet heel stil zijn. En ik maak de soep wel klaar. Prima, hier is de soep. Heel erg bedankt. Dankjewel. Wel stil zijn, hè? Ja, tuurlijk. Ik zal voorzichtig zijn. Daar ligt de kerstman, jongens. Oké. Okay. Laten wij even rondsnuffelen. Kijken of we iets kunnen vinden hier in zijn kamer. Iets nuttigs misschien. Ja, kijk, grijze pakje zuurstokken, maar daar heb ik weer niks aan. Hier misschien die Barbie pop, die heb ik nodig. Oké, helemaal top. Hier misschien eronder. Even kijken, zit er iets achter nog? Even kijken of er onder zijn bed iets zit. Zit hier onder iets? Nee. Oké, helemaal niks, jongens. Ik denk dat ik alles wel heb wat ik nodig had. Hier. Ben je klaar? Ik denk het wel. Ik heb er echt veel onrust. Ja, sorry, wacht, ik geef hem. Ik gaf hem even een kusje. Zo. Voor goed geluk. Nou, dankjewel. Succes nog. Dankjewel. Oké, jongens. We hebben hier gekregen. Barbie pop. Zak met walnoten heb ik niks aan. Zuurstokken ook niks. Foute kerstdruiven ook niks. Speculaaspop en fidget spinnen heb ik allemaal niks aan. Of alleen nog maar de vishengel en de nieuwe step. Dat is het enige. Maar laten we even de andere cadeautjes wel vast halen. Dan heb ik dat vast gedaan. Schoenen. Oké, knikkerbaan. Dat zijn zwarte pakketjes. Zou er vast wel weer eentje zijn in plaats van dat er heel veel zijn. Een zwart pakketje. Waar ga ik die vinden? Dat is een roze pakketje. Heb ik die ook nodig? Ja, dat is de Barbie pop. Laat ik die gewoon vast pakken. Zo. Oh mijn god, dat meen je.
Ga ik hem nou net niet... Nee! Wacht, ik ga parkouren, jongens. Komt-ie. Ja, we hebben hem. Hoppakee. Dan hebben we... Oh, dat is magenta. Dit is niet eens roze. Dat meen je. Dat meen je. Die heb ik niet eens nodig. Oenk, plaatsen we hem weer terug. Roze, waar ben je? Is dit roze? Nee, dit is ook magenta. Is dat roze? Dat ziet er ook uit als magenta. Een roze pakje. Waar ben je? Kom op. Max. Hallo. Ja? Zeg, ik moet nog heel veel doen. Ja? Ik heb echt heel veel honger. Oh, ik heb hier één koekje voor je. Ja, maar dat vult niet. Nee, dat snap ik, maar het is beter dan niks. Maar. Oké. Okay. Ja? Als jij nou... Kijk, ik weet misschien nog wel een plek waar Elvis iets achter laten. Ja? Maar dan kan je alleen komen met een sleutel. Ja, oké. Okay. Als we naar ruilen. Dus jij haalt mijn kopje uit soep, dan ga ik door met inpakken. En dan geef ik je een sleutel. En dan kan je de laatste dingen pakken. Oké. Okay. Ik ben prima. Ik ga niet eens opklaren. Ik ga een kort kopje ertessoep voor je halen, oké? Okay? Dan krijg ik van jou de sleutel en dan kan ik de laatste dingen halen. Ik ga een kopje ertessoep halen voor de onnieuwste keer. Eigenlijk maar de tweede keer, jongens. Valt er mee. Hier naar beneden, zo. Hoppakee. Hé, hey, dan heb je die gekke man weer. Maar een vlucht weer voor me. Ja, komt goed. Ik kom jouw kap later op. Jouw verhaallijn komt nog wel voor mij. Goeiedag, zonde van je koekjes. Oh ja, ik ben toch genoeg en jij bent de enige klant, dus... Oh, ik kom nog zo'n lekker bakje ertessoep halen. Ik vond hem zo lekker. Ah ja, begrijpelijk, maar... Ja, ik heb niet het recept gestolen. Hmm. Ik beloof het. Ik, voor deze ene keer vertrouw ik je. Oh, dankjewel. Kopje ertessoep halen, zo lekker. Komt er nog één. Dat wordt dan één koekje. Nou, alsjeblieft. Ah, dankjewel, ja. Toevallig had ik die. Kijk, lekker. Hier ligt nog een paar natte koukoekjes. Nee. En die zijn wel voor jou. Hey, ik ga er weer vandoor. Dankjewel. Ja, veel plezier. Doei. Joejoe. Nou, laten we deze terugbrengen. Wat is er nou? Ik kan toch niks doen? Oh, ik heb toch helemaal niks om jou te helpen nog. Wat wil je dat ik doe in dat hoekje? Volgend bakje erts. Als ik nog een keer ertsensoep moet halen, dan... Oh, hey. Hongerige. Ik dacht dat er hongerige stond. Ik lees het nu pas goed. Hongerige. Stuur, je hebt honger. Ik lees het ook echt net verkeerd. Ik dacht het de hogere. Ik ben echt blij. Ik heb ertessoep voor je. Hongerig. Top. Elf. Nou. Ik de hogere. Ik zal het kerstmis ermee, zijn. Komt goed. Kopersleutel. Oh, dankjewel. Oh, lekker dit. Oh, lekkere ertessoep. Oké, die hebben we nodig voor boven, jongens. Ik kan echt niet lezen. We moeten nu naar de zagrijnig. Alleen die moeten we even weglokken. Hallo. Hallo. Mevrouw met de mooie wenkbrauw. Hey, ik hoorde dat de hongerige elf, die had je nodig, want hij had een boek met allemaal mooie complimenten gevonden. Alleen hij wilde het op iemand uittesten. Ik weet niet of jij daarvoor geschikt bent. Ik ben daar denk ik wel geschikt voor, ja. Ja? Ja, het was gewoon een... hij wilde het testen. Ik dacht misschien, jij zag er wel uit als een persoon die dat leuk zou vinden. Ja, ik ga even langs. Top, geen probleem. Nou oké, dat is prima. Laten we dan nu snel hierheen gaan. Even kijken, wat is dit voor ruimte? Waar ben ik? Wat is dit? Wat is die magie hieronder? Is dit het pad dat ik moet volgen? Of niet? Oh mijn god, oké jongens. Ik moet eerst even bij die barrels. Wat is dit voor onzichtbaar doolhof? Laten we even kijken. Wat is dit? Is dit een... Deze moet ik volgen, denk ik, of niet? Ik snap het niet. Wat is dit hier onder mij? Het is gewoon magie. Laten we het daar maar op houden. Het is magie. Het loopt wel al dood hier. Niet deze kant op. Deze kant op. Ja. Ja. En dan hierheen. En dan hierheen. Ja. Oh. Wat is dit? Strijkkralen? Die wil ik toch ook helemaal niet? Ik neem ze wel mee, maar die hoef ik toch helemaal niet. Ik heb andere dingen nodig. Andere kerstcadeautjes. Hierheen. Wat is dit? Steppen. Hè? Dan hebben we alleen nog maar de visengel nodig. En dat is letterlijk de eerste die ik zocht. Is de visengel. Wat is dit? Schaatsen hebben we ook niet nodig. Even kijken hoor. Wat is dit? Hier. Kan ik hier? Hier. Oh mijn god, wat is dit voor... Stop. Irritant dit, hè? Ik wil gewoon bij die barrel komen. Zo. Waterpistolen. Oh, wat hebben ze veel cadeautjes die ik niet nodig heb. Deze hier misschien. Even kijken. Laptops. Oké, hier. Wat is dit voor ruimte? Waar ben ik? Zijn dit de slaapvertrekken van de elfen? Huh? Oké. Misschien dat het hier zit. Zeg maar alsjeblieft dat ik hier de step of de visengel vind. Nee, de visengel is hier niet. Waar is de visengel? Het raam hier zit geen raam in. Is hier misschien iets? Waarom is de visengel nou niet hier? Ik heb een visengel nodig. Dan heb ik alle pakketjes die ik nodig heb, jongens. Ik heb er namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodig. En ik heb hier 5. Dus letterlijk de laatste is de visengel. Die is gewoon niet te vinden hier. Die heb ik niet hier per ongeluk, toch? Nee. Oké, nou dan weet ik niet wat ik hier aan heb aan deze ruimte. Oh, wacht. Wat zit hieronder? De visengels. We hebben ze. Oh, wat ben ik er blij mee. Dat was hem. Wat ben ik blij dat ik hem nog op tijd zag. Oké, dan kunnen we hier weer weg. Laten we dan gauw weggaan weer. En dan doen we door of even alsof het niks is. Zo, hoppakee. En dan hierheen. Hierheen. Zo. Doen we deze ding weer dicht. Nemen we de hendel weer mee. Hallo.
Hoi, lukt het allemaal? Ja, ik was even... Kijk, wat zit er achter deze deur, als ik mag vragen? Oh, volgens mij niks belangrijks. Oh, dat zal het allemaal wel, joh. Oh, oh, oh. Gaat het een beetje met de kerstman? Oh. Ja, het gaat goed. Hij is alweer wakker? Wat nachtmerrie soms. Oh, nee, hij slaat te veel. Oh, ja, dat heb je wel eens, hè. Dat heb je wel eens. We hebben alles, jongens. Laten we snel de pakketjes ophalen. Hopen dat we niet meer de chagrijnige elf tegenkomen. Want volgens mij had hij geen boekje met complimentjes. Dus laten we hier even verstoppen tot ze langs is gelopen. Daar is ze. Volgens mij is ze denk ik nu nog chagrijniger dan eerst. Laten wij groene pakjes. Dit is groen. Nemen we zo groene mee. Die kan weg. Zo nemen we een groen pakketje mee. Is dit groen? Ja. Groen kan hier. Dan hebben we zwart nodig. Een zwart pakketje. Waar gaan we die vinden? Dit is zwart volgens mij. Dit ziet eruit als zwarte pakketjes. Even kijken. Ja, dit is zwart. Dan hebben we roze, groen. Huh? Oh, wacht. Groen moet hier. Hebben we bruin, oranje en roze nodig. Bruin, oranje en roze. Dat gaan we makkelijk vinden. Bruin had ik namelijk al beneden eerder gevonden. Hier. Of oranje bedoel ik. Volgens mij was dit namelijk gewoon oranje. Deze. Dan gaan we precies hetzelfde pakketje pakken. Hoppakee. Dit was oranje. Dan heb ik nu alleen nog bruin en roze nodig. Dat is magenta. Bruin is volgens mij dit hier. Ja. Alleen dat roze pakketje nog. Waar is die? Dus paars, magenta. Ik weet niet of magenta dan de kleur is die ze bedoelen. Ik denk het niet. Roze is roze. Magenta is magenta. Ik ga het even goed vragen. Hé, hongerige... Ik wil bijna Piet zeggen. Hongerige elf. Ja. Oh, je hebt geen honger meer. Nee, ik heb een lekker kopje uit de soep opgegeten. Oh, nu is jouw taak is voldaan. Ik snap het, jongens. Dus dat lijn eronder is, dat is mijn taak voor hem. Taak voldaan. Ik moet erin pakken. Ja, daar werd een druk mee. Maar is magenta bij jullie roze? Of is roze gewoon roze? Nee, roze is roze. Maar het lijkt wel op elkaar. Dat dacht ik al. Maar ik dacht even voor de zekerheid. Maar lijkt, leg het altijd ergens anders neer. Want we raken altijd in de war. Dus de roze ligt hier niet waarschijnlijk, of wel? Nee, we leggen het vaak boven ergens of zo. Oh, dus dan ga ik... Komt goed. Kijk, er ligt waarschijnlijk precies roze niet in de ruimte waar ik nu ben. Net onhandig weer. Kijk hoor. Vaak boven of zo. Misschien hier ergens. Nee. Misschien hier. Nee, dit is rood. Dit is een kamer. En dit is ook een kamer. Ben ik waarschijnlijk te ver boven. Eén roze pakketje nodig. Misschien dat hij bij de kerstman ligt. Ik hoop niet dat hij bij de kerstman ligt. Hier misschien. Nee, dit is blauw. Dit is volgens mij geen roze. Even kijken. Nee, dit is rood. Ook rood. Ik ga gewoon hier stiekem spieken. Nee. Hey, weet jij waar toevallig ik een roze pakketje kan vinden? Een roze pakketje. Misschien boven. Hierboven. Ja. Dat is wel wat ik me voor het laatst kan herinneren. Roze pakketje. Dit is toch geen roze, of wel? Is het al roze? Nee, dat is rood. Dat is rood, kan het zeggen. Is dit magenta? Misschien is het magenta, ik weet niet. Waar? Buiten. Buiten? Oh, wat is dit? Dit is paars, denk ik. Oh, dit is een... Oh, de belichting leek het op paars lijken. Ah, ik snap hem. Hey, ik heb alle pakketjes. Ik ga ze bezorgen. Top. Moeten ze in de schoorsteen of... waar wil je ze hebben? Meestal gewoon in de kerstsok, hè? Ah, in de kerstsok. Dan gaan we dat regelen. Komt goed. Succes. Dankjewel. Nou jongens, laten wij elk cadeautje bezorgen bij iedereen. Alleen moet ik wel zeggen dat ik nog dat mysterie van die gast daaronder, die is nog niet helemaal opgelost. Laten we daar nog één keertje even kijken. Want het is een doorlopende gang, staat er, maar hij loopt niet door. Kijk hier, doorlopende gang. Kijk, daar heb je hem. Wat wil je? Ik kan hier toch niks doen? Ga eens aan de kant. Hier, ik kan letterlijk niks. Deze pickaxe hier, die is niet voor stone. Is alleen maar voor terracotta, niet voor stone. Nou, ik heb nog nooit cadeautjes gehad. En ik wilde heel graag zuurstokken. Heb ik nooit gehad. Jij wil zuurstokken? Precies, en ik heb... Wacht. Jij wil zuurstokken. Dat zijn dus grijze... Weet je? Blijf hier, oké? Ja. Sinds we nu praten, hij was gewoon heel stil eerst. Ik snapte hem niet helemaal. Jongens, ik kan het niet laten. Hè? Het is kerst, dan mag iedereen een cadeautje hebben. Laten we een zuurstok meenemen, oftewel een grijs pakketje. Kan ik ook wel ergens vinden hier. Dat is niet grijs. Grijs is dat hier, volgens mij. Maar was dit grijs, of niet? Hier, kijken. Ja, grijs. Voor mij is dit een zuurstok. Dat zal vast wel een zuurstok zijn. Nemen we die voor hem mee, weet je? Ik vind het zo zielig anders. Zo sneu. Hij is geen elf, volgens mij. Nee, hij is geen elf. Kijk eens. Heb ik voor jou. Er zit een zuurstok in. Dankjewel. Geen probleem. Maar wat doe je bij die muur? Dit is mijn grot. Oh, dit is jouw grot. Doodlopende. Ik kan wederom niet lezen, jongens. Ik weet niet wat ik deze aflevering heb, maar doodlopend. Ik kan niet lezen. Wat is er gewoon? Hongerig had ik hogere. Doodlopen is doorlopende. Wauw, hé. Wauw, het is echt erg. Het is echt erg, maar maakt niet uit. Het is een doodlopende gang. Wat zullen de mensen wel niet denken dat ik het fout heb gezegd achter elkaar. Elke keer. Oké, jongens. Huis nummer 1 is hier. En die wilde, als het goed is, een... Wat is het? Vishengel. Degene waar ik zo lang naar op zoek was. De vishengel. Oké, en dan was hier, binnen. We bonjouren zo naar binnen. Was de kerstsok. En dan stoppen we die erin. Hoppakee. Hé, pakjes bezorgd.
Kijk, we worden ook nog eens geholpen met hoeveel pakjes we al bezorgd hebben. Nummer 3 wilde nieuwe schoenen. Volgens mij was dit nummer 3. Ja, de bonjouren we zo. Boppakee, ook naar binnen alsof het niks is. Gaan we kijken of we iets kunnen stelen, want zo'n kerstman zijn we nou ook alweer. Die wilde nieuwe schoenen. Even kijken, dat was de gele pakketje, was nieuwe schoenen. Zo, dat zijn het tweede pakje bezorgd. Oh, gaan we weer naar buiten. Wie moeten we nog meer? Nummer 8 wilde een knikkerbaan. Waar is nummer 8? Nummer 5. Dan zal dit dan nummer... Oh, dit is nummer 4 natuurlijk nog. Dit is nummer 6. Dan zal daar nummer 7. En dan zal dat nummer 8 zijn. Wat een goede kerstman ben ik, jongens. Echt waar. Die kerstman die net neerstortte, die kan ook weer net niks, weet je. Die zegt alleen maar ho, 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 is een beetje dik. En dat is alles wat hij doet. Oh, hier, kijk. Nummer 8. Beetje omgelopen, maar... Wat wilden ze in nummer 8? Ze wilden daar hebben. De knikkerbaan. En de knikkerbaan is... Het zwarte pakketje. De knikkerbaan. 1 en 2. Hoppakee. Kunnen we hier nog iets stelen? Iets nuttigs? Nee, vast niet. Nummer 11 is een heel kriet kind die iets heel specifieks wil. Waar is huis nummer 11? Ik wil echt weten wie wil dit. Dit is sowieso een Ido of zo, weet je. Wie is dit? Huis nummer 11. Hallo, iemand thuis? Helaas niet. Anders had ik hem ook nog wel gepest ook. Dat is niet waar trouwens. Niet pesten. Je wilde dus de afstand bestuurbaar autootje. Was de bruine. Je hebt een bruin pakketje. Je krijgt hem ook onder in je sok. Mag je lekker graaien. Nog twee pakketjes, jongens. Jullie zien het bovenin. Nummer 12 wilde de nieuwe step. Hier, die wilde de nieuwe step. En de nieuwe step is groen. Waar is je sok? Waar heb jij je sok gelaten? Ah, hier. Hier is de sok. Hoppakee. Dan alleen nog maar naar nummer 14. Die wilde namelijk de Barbie pop. Dan heb ik alle pakketjes bezorgd, jongens. Dan hebben we alles gehad. Komt-ie, de laatste. Is dit hem inderdaad de Barbie pop? 3, 2, 1. Hoppakee. Pakjes bezorgd. Yeah! Laten we snel... Oh, oh! We zijn hier al. Dit is het einde van de map. Iedereen wordt automatisch meegeteleporteerd. Zelfs de cashman is er. Voel je je alweer beter? Yo. Ja? Ja. Yeah. Je voelt je beter? Helemaal. Jongens, wat was dit? Echt een geweldige map. Oprecht. Hoe het eruit ziet. Hoe het verhaaltje erachter. Ik ben gewoon lekker pakketjes gaan bezorgen. Pakketjes gaan zoeken. Kleine mysterietjes. Een mannetje hier beneden die... waarin een doorlopende gang. Nou, uiteindelijk een doodlopende gang bleek te zijn. Jongens, wat was dit leuk. Echt. Oprecht. Ik vond het echt een van de leukste mappen tot nu toe. Gewoon het gezellige kerstvibe ervan. De map ziet sowieso zo mooi uit ook gewoon. Zullen we gezellig met z'n allen bij het ijs staan? Is die leuk? Kijk, de hoofd, jongens, is voor mij altijd een teken. Dat betekent het einde van de map. Willen jullie nog wat zeggen over deze map? Willen jullie iets kwijt over kerst? Over de gezelligheid van kerst in deze map? Fijne feestdagen aan iedereen. Oh, fijne... Kijk, dat is nou leuk om te horen, zie je? Nee, jongens, dankjewel. Ik vond het leuk, kerstman. Dankjewel voor het meedoen. Jij doet normaal nooit mee in de map van deze mensen hier. Maar jij dacht, ik ga de kerstman zijn. Oh. Ja. Of niet? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Fijne feestdagen alvast. Gelukkig nieuwjaar en een fijne kerst en al dat soort fratsen natuurlijk. Ook namens mijn kijkers hier. Inmiddels zijn er natuurlijk meerdere kijkers. Ik noem het altijd kijkers als referentie, maar... Oh, ik word ook nog eens geslagen door ze. En maar inmiddels zijn er natuurlijk meerdere kijkers. Het zijn ook gewoon... Hoe mag ik jullie noemen? Yes. The boys. The boys. Het zijn de boys. Ook al zitten niet alleen maar... Ja, nee. Daar ben ik het niet mee eens. Het zijn de boys en anderen. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken, te abonneren. Reageer even. Fijne feestdagen. En een gelukkig nieuwjaar. Ik weet niet waarom, maar dat is leuk om te lezen of zo. En dan nu... Oeps. Kijk lekker deze video, want hierin hebben dezelfde mensen... plus misschien wat anderen, of zonder wat anderen... hebben een EK, ik bedoel WK, map gebouwd. En daarin hebben we echt een heel leuk avontuur beleefd. Dus heb je die nou nog niet gezien, gaan we dan zeker even kijken. En nu spreek ik later, glaasje water, telt 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Hey.